Zandvoort Sport nabeschouwing. Dag Rijnmond, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Gisteravond gewonnen en je hebt goede zaken gedaan. Ja, ja, mogen we niet klagen. Ondanks natuurlijk een behoorlijke zware week achter de rug. Ben ik zeker tevreden als trainer. Ja, dat kan me voorstellen, want je won gisteren voor de overwetering. Dat is toch wel een mooie derby. Hoe ging dat gisteren? Ja, ja, je hebt er twee factoren voor het daarin. Je zei natuurlijk woensdag heb je natuurlijk een geweldige wedstrijd gespeeld tegen DVV. Die win je. Want het team wat toch een divisie hoger speelt. En ja, dat kost natuurlijk wel heel veel kracht. Want in die wedstrijd viel nog die net voor ons veel uit bij ons. Nou ja, en dan heb je natuurlijk ook nog een derby daarna, waar natuurlijk ook andere krachten vaak spelen. En dat zag ik gewoon aan de meiden in de eerste helft, dat de kansen niet meer raakschoten. We misten wat, de verdediging stond niet goed. Nou, we hebben in de rust hebben het even goed aangepast van, nee, we komen bij elkaar gestoken van, kom dames, dit moet even anders. En dan zie je dat gewoon in de tweede helft gebeuren. Dan scoort overwetering in de eerste 17 minuten van de tweede helft maar 3 keer. Mm-hmm. Ja, en dan loop je uit en dan maak je gewoon het verschil. Ja, en dan is het eigenlijk aan de punten weer winnen. Ja, en eigenlijk op de weg doorgegaan zoals je hem ook aan het gaan bent. En nou ja, je staat lekker bovenaan in deze categorie. En volgende week dan staat er nummer 2 voor jou klaar in Broekland. Dat lijkt me natuurlijk ook prettig, want als je daarvan wint, dan maak je wel een heel mooi gat tussen de nummer 1 en nummer 2. Ja, klopt. We hebben eigenlijk elke keer een nieuwe nummer 2. En nu is dat dan Pacelli. En die komen we volgende week tegen. Daar hebben we in de voorbereiding wel tegen gespeeld. En ja, als je die ook nog kan pakken, dan heb je daarna nog 2 wedstrijden, zeg maar, tot even een korte winterstop. Mm-hmm. Wat natuurlijk fantastisch zijn. Maar ja, ik bekijk alle wedstrijden gewoon op zich. En dat is natuurlijk zaterdag gewoon Pacelli thuis. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel leuk dat je dat zegt. Van, iedere keer hebben we een nieuwe nummer 2. Dus dat betekent dat die groep die onder jullie staan, dus iedere keer ook van elkaar wint. En dat ja, is, ja, klopt. Ja, dus dat is op zich wel een mooie rivaliteit tussen die ploegen onder je. Geeft het je team ook druk om daarboven te blijven? Of speel je gewoon lekker iedere week je ding? Nou, wij zijn er helemaal niet mee bezig. Wij zijn gewoon lekker aan het spelen. We hebben natuurlijk... We vinden dat er heel veel dingen goed gaan, maar er kunnen ook dingen, heel veel dingen kunnen nog veel beter. Dat hebben we ook al zelf wel door. En dat zie je ook dat we stappen gaan maken. En we zijn helemaal niet ergens mee bezig. We zijn gewoon per wedstrijd bezig. En we zitten natuurlijk in een hele goede flow, daar mogen we eerlijk over zijn. En we hebben ook gewoon gezegd, we zien al waar het schip strandt. En wat het dan wordt, we hebben ons wel 0,0 druk opgelegd. Ja, dat kan je natuurlijk ook heel veel kracht geven. Hè? Dat kan ook net het verschil maken. Ja, lekker onbevangen kunnen handballen. En dat kunnen die meiden heel erg goed. En het is een fantastisch team. En op het moment dat je ze gewoon lekker laat handballen, dan zie je het, dan komt het wel gewoon uit. Mm-hmm. Je had het net over een blessure bij een van je spelers. Ben je die lang kwijt? Nou, ik denk wel dat die vast de eerste wedstrijd januari pas weer bij is. Die ging behoorlijk zwaar door de enkel heen. Mm-hmm. Dat was ook behoorlijk blauw en die was er gisteren ook niet bij natuurlijk. En ja, de komende 3 wedstrijden is er zeker niet bij. Dus we hebben eigenlijk Spanjika gisteren gewoon eventjes en we hadden zoiets van... Maar we mogen blij zijn als ze 14 januari dat ze weer aan weer spelen als ze er weer bij is. Ja, precies. Want is dat ook voor jou goed op te vangen, zeg maar, in de selectie? Nou, wat het mooie van deze selectie is dat één, eigenlijk de positie zo overgenomen worden. Ik kan er iemand anders in zetten, dat gaat ook prima. Mm-hmm. Al moet ik wel zeggen dat hij net wel heel belangrijk is en heel sterk is, ook in de verdediging. Maar dat wordt nu de komende 2 wedstrijden, zoals tegen DBSD en gisteren, het is prima overgenomen. Maar ook bijvoorbeeld qua scores. Ja, je hebt heel vaak teams waar 1 of 2 echt verschrikkelijk veel scoren en de rest niet. Dat is eigenlijk bij ons helemaal niet zo. De ene week scoort die veel, de andere week die veel. Ja, het is eigenlijk gepeilde plekken. We hebben Mail gehad die 3 wedstrijden geleden 10 keer scoort. En gisteren was het Laurie 10 keer scoort. Ja. Mm-hmm. Dat is ook wel het kracht van dit team, denk ik. Dat je er als tegenstander heel lastig op zit. Van ja, wie ga je nou, waar ga je concentratie op zetten? Dat bij ons, ja, zet je hem daar op, dan pak je er anders wel over. Hey Rijnmond, waar ligt nou de kracht van jouw team eigenlijk? Ja, ik denk dat het echt gewoon het team is. Het collectief. Voor elkaar willen werken, voor elkaar willen knokken. En elkaar ook dingen durven te zeggen. En ik denk dat daar gewoon de kracht is. En ik denk ook de juiste spot is op de juiste plek. En die meiden gewoon heel veel vertrouwen geven. En dan is natuurlijk, als je er blijft winnen, ja, dan is het natuurlijk helemaal goed. Is dat de kracht ook van jou? Ja, weet ik niet. Ik ben daar een schakeltje in, vind ik altijd. Ik doe gewoon mijn eigen ding en ik probeer gewoon wat ik zie, wat ik vind en wat ik uit ervaring weet, dat doe ik. Dat probeer ik overbrengen naar die meiden. En ja, dat loopt denk ik gewoon goed. Er is een hele goede klik en er is een goede match en lukt het. Ja, leuk om dat nu mee te krijgen. Want Broekland heeft in de afgelopen jaren het wel op zich
ja, naar prestatie redelijk gedaan. Maar eigenlijk die koppositie, dat is allemaal een beetje nieuw. Maar wel mooi hoe jullie daarmee omgaan. Zonder druk te spelen, van wedstrijd tot wedstrijd. En eigenlijk gewoon je eigen ding doen vanuit je eigen kracht. Lekker handballen. Ik denk dat het beste is. Want je kunt die bijna enorm veel druk op leggen. Maar dan als je daar een keertje achter staat, dan denk je, oh jee, nou, gisteren kwamen we ook achter tegen Overwetering. En dan blijven we eigenlijk heel rustig. Blijven we gewoon handballen. En natuurlijk in de rust zeg je tegen elkaar van, kom op, wat is dit? En uiteindelijk pak je het over en dan... dan ga je erop in de droge en dan is het gewoon weer, kijk je elkaar weer aan van, ja, je hebt gelijk, prima. Ja. Nou ja, als je slechte wedstrijden wint, is ook goed. Ja, mooi om dit te volgen, Raymond. En, zeker. Blijf vooral zo doorgaan. Succes volgende week tegen Pacelli en wie weet, tot een volgende keer. Dankjewel en succes met de uitzending. Dankjewel, fijne zondag. Oké, hi.